Ja, zo kom je nooit in Mandello de Lario en zo kom je er twee keer per jaar. Maar dit keer niet voor het museum of voor de fabriek. Nee, we zijn hier om drie nieuwe Moto Guzzi V73's te testen. Maar ja, te testen. Het zijn drie nieuwe modellen, maar eigenlijk cosmetisch nieuwe modellen. We hebben het namelijk over de Carbon, we hebben het over de Rough en we hebben het over de Milano. Nou, die gaan we bekijken, maar we gaan ze zeker ook rijden hier in de bergen, heuvels, rondom het Como meer. Kijk, de Moto Guzzi V73 is eigenlijk een beetje een soort Barbie of een G.I. Joe. Het is maar net wat bij je past, hè. Er is nog niet echt een genderneutrale pop of zo waar we het over kunnen hebben. Maar waar het om gaat is, je kan zo'n V7 aankleden zoals je zelf wil. Je hebt namelijk een hele dikke catalogus vol met accessoires waar je deze motorfietsen mee kunt bekleden. Nou, vanuit de fabriek zijn er nu eigenlijk drie nieuwe modellen bijgekomen. De Carbon, we staan hier bij de Rough en de Milano. Nou, wat is een beetje het verschil tussen deze drie nieuwe modellen? Nou, je ziet het al een beetje. Laten we eens beginnen bij de Rough. De Rough is natuurlijk echt een hele ruige machine om te zien. Het is een beetje een scrambler. Er zit een middenbar op het stuur. Een wat matte finish op de tank. En zwart, mat. Dat is een beetje de kleurstelling. Noppenbanden moeten we zeker niet vergeten. Dus het heeft gewoon wel weer een ruige uitstraling. En zo kan je hem dus ook gewoon zelf bouwen mocht je een V7 hebben. Maar deze komt gewoon zo uit de fabriek. Gaan we even naar de Milano. Ja, toch wel de design, de lifestyle fiets. Glanzend. Het logo komt heel mooi naar voren. En hij zit vol met aluminiumdelen aan de zijkanten. Mooi zadel. Het is gewoon wat meer gedistingueerde fiets. Die kun je er dus ook van bouwen. Maar het topmodel, denk ik, van deze drie nieuwe modellen is toch wel deze Carbon. Want deze Carbon is niet alleen voorzien van carbondelen. Ligt een beetje voor de hand, maar goed. Hij is ook voorzien van een Alcantara zadel. En het is een gelimiteerde opgave. Want er worden er dus maar 1921 van gemaakt. En dat is tevens het eerste jaar dat Moto Guzzi in productie ging hier in Mandello de Lario. Dus het is een beetje een hommage aan Moto Guzzi in het algemeen. Maar goed, hoe die er ook bij staat, carbondelen, dat Alcantara zadel. Het is eigenlijk wel de eyecatcher van in ieder geval deze nieuwe drie versies. Uiterlijk is bij deze drie modellen dus echt wel een ding. En er zitten ook echt wel wat paar dingetjes aan waarvan ik denk die hadden wat mooier gekund. Onder andere bij de achterlichten lopen de draden over de bevestigingsbeugels heen. Nou, dat zijn van die kleine details die kunnen echt wel wat beter. Maar rijdt het nou ook anders? Rijden die drie modellen nou ook anders? Het zijn natuurlijk gewoon dezelfde rijwielgedeeltes. Maar andere wielen en andere banden. Maakt dat wat uit? Ja, dat maakt op de een of andere vreemde manier zeker wat uit. Nou ja, vreemde manier. Banden doen natuurlijk heel veel voor je rijgedrag. Maar als je kijkt naar de Milano en de Carbon, hun rijgedrag is redelijk hetzelfde. Maar als je kijkt naar die Rough met die noppenbanden eronder, dat is toch wel een heel ander ding. Die willen de bocht in, die vallen de bocht in. En dat maakt hem ook wel heel erg fun to ride, moet ik zeggen. Nou, voor de rest, het motorblok, de V7, is natuurlijk niks aan aangepast. Het is gewoon een licht motorblok, een vriendelijk motorblok. Je kan er rustig mee toeren, koppelrijk mee toeren. Maar je kan er ook, als je wil, toch best wel mee doorduwen, moet ik zeggen. Zeker hier in de bergen rond het Como meer kwamen we daar echt wel achter. Ze zijn licht om te rijden, totaal maar 209 kilo. Rijklaar gewicht. Dus makkelijk om op te stappen, vriendelijke motorfietsen. En dan even om het nog aantrekkelijker te maken voor de mensen die een A2 rijbewijs hebben. Nou, deze motorfiets is eigenlijk heel makkelijk om te bouwen naar een A2 versie. Hij heeft van zichzelf sowieso maar 38 kilowatt. Dat is net boven die grens. Dus 52 pk en 60 Nm koppel. Dus het is makkelijk om te bouwen. Dus, hè? Als je dus een A2 rijbewijs hebt, kan je prima rijden. En daarna, mocht je A hebben, gewoon door op dezelfde fiets.